Ik ben vandaag in de Drie Ringen, waar ik samen met Gert van Reenen terugkijk op zijn kleurrijk leven. Inmiddels 83. Ik heb drie dingen gedaan in mijn leven. De sport, kunst, een beetje schilderen en horeca. En het is alle drie gelukt. Zowel in de sport heb ik het hoogste bereikt, wat je kan bereiken. Ja, toch. En dan hebben we het over rugby, hè? Ja, voor de kijker. Ja, en heb je toch in ieder geval van aanvoerder van het Nederlands team tot bondscoach. En, nou, de horeca, van een klein kroegje tot beroemde restaurants. En van al mijn schilderijen. Ik heb er geloof ik nog één voor mezelf. De rest zijn er allemaal weg. We hebben ook een schitterende middag meegemaakt bij die veiling. Waar iedereen acte de présence gaf. Waar iedereen was om jou een hart onder de riem te steken. En de verkoop was ook een daverend succes. Ja. Er kwam nog wat in het laadje ook. Ja. Dus, ik weet ook zeker dat het een gezellige bijeenkomst zal worden. En dat doen we natuurlijk omdat we hier onder leiding van de pater familias zitten. Gert van Reenen zelf. En het is buitengewoon verheugend, Gert, dat jij toezicht houdt op deze veiling. En dat doet vanuit deze prachtige Sinterklaasstoel. Applaus voor Gert dat hij bij is. We zijn hier omdat je ongeneeslijk ziek bent. Je wil graag de veiling organiseren met de kunstwerken. En daar heb jij de opbrengst, daar heb jij een doel voor. Ja, we belt u toch wel. Kijk, ik heb drie hele leuke kleinkinderen zo van 18, 12. En in Spanje, zo in de horeca, zoals Dirk, dat is gewoon heel hard werk, hè. Zes dagen in de week lunch en diner. Dirk is je zoon, hè? Ja, en dat is gewoon hard werken en daar word je niet rijk, hoor. 250 euro, is 275 euro daar achterin. 275 euro is nu geboden. Achterin, 275, dat is 300 euro. 300 euro hier vooraan. 300. En vond hetzelfde dat hij als die 18 jaar is en hij wil naar die kunstacademie. Ja. Dan is er van huis uit, van Dirk en zo, geen geld voor. Want het kost een paar flappen, hè? Dan is het leuk als er dan een potje is. Dat die, en voor alle drie. Kijk, en ze zullen vermoedelijk wel een auto verkopen. Als ze dacht, kan ook. Maar heb je daar geen invloed meer op? Daar heb ik geen invloed meer op. En dat vind ik ook niet erg als die jongetjes... in ieder geval, kijk, het zijn geen grote bedragen. Want ik moet ook nog begraven worden. Kost ook wat tegenwoordig. Christen zielen. Hey, we gaan heel kort even bij het begin beginnen. Je sportcarrière heb je net genoemd. Je horecacarrière eigenlijk, daar kennen eigenlijk de meeste mensen je van. Ja, je bent zoveel succes mee gehad met al die... En je richtte het ook leuk in, hè? Je was de interieur, je herkende precies... Kijk, dat is Gert zijn handelswijze. Ik had wel een gave, weet je wel. Ik wist wel ongeveer... Ik deed ook altijd dingen die er niet waren. En die er nog niet waren. Ik had wel een gave wat dat op dat moment de vraag was. En dat lukte goed. En ik heb altijd, geprobeerd prettig te leven. En vooral bij mijn hart te leven en niet met mijn verstand. En kijk, en mijn vader zei ooit, ik vroeg eens een keer aan hem van, pa, wat is het nou aan je rijk weer, man? Hij zegt, nou dan heb je elke dag 200 gulden in je zak, zei hij. God, wat een leuke quote. Hij zegt, dan als die 200 gulden op zijn, dan kun je moet je naar de kast kunnen lopen en twee nieuwe 200 gulden pakken. En dat heb ik altijd bij mijn hoofd. Heb je dat in je oren geknoopt? Dat heb ik echt in mijn oren geknoopt. En dat is gelukt. Ik ben nooit rijk geweest, maar wel altijd genoeg gehad om heel gezellig van te leven. Ik neem... zonder wraak afscheid en ik ga gelukkig weg. Nergens spijt van ook eigenlijk? Nergens. Nee. Ja, sommige dingen had ik wat beter kunnen doen. Een beetje mensenkennis denk ik soms. Ja, ook kijk, als je met je hart leeft, dan dat is heel leuk, maar dat kost heel veel geld. Ja, dan word je dan wel eens in de boot genomen.
Maar je bent niet... Als ik, morgen terugkom, doe ik het net zo. Hoe wil je terugkomen? Weet ik niet. Weet ik niet. Wil je een schet verenen of was een lekker wijf? Of wat wil je? Nou, een oude brede karakter, ze zou ik nooit weg natuurlijk. Oh ja, dan komen we dus automatisch op de prairiecactus. Dan heb je er wel wat van gehad, van die cactus, of niet? Ja, nou ja, kijk. Ja, er waren wel natuurlijk. Ja. Ik heb wat dat betreft. Heb ik ook geluk gehad. En vooral, ik heb in mijn leven veel kansen gehad. En ik heb ze ook gepakt. Ook niet allemaal, maar de meeste kansen die ik in mijn leven gekregen heb. Ja, die zijn ook gepakt. En je had ook een goede smaak voor vrouwen, want ze zagen er altijd tiptop uit. En ze waren stapelverliefd op je Verene. Ja, ze hoorde het ook natuurlijk. Maar nee, ja. Ik had wel mooie vrouwen altijd, ja. Dat klopt. Nou, lieve mensen. Ik sluit hier bij de ceremonie af. Jullie gaan gezellig naar die ringen. Er staat een leuke tent en... Volop drank natuurlijk en neem er vooral niet te weinig. Ik ga wat kleiner wonen en jullie gaan gezellig naar de drie ringen. Oké, jongens, bedankt voor alles. Ik steek nog even een peukje op. En houdoe.